Breed Heritage Fund Suriname. Oké, is in orde, dank u wel. Ga dat verder. Oké. Milton! Monster, groot. Ja, het is groot. Ze is schoongemaakt, dus merk ik. Bevorderen van geïntegreerd en participatief beheer van de oceaan in Guyana en Suriname. De oostelijke poort naar het Caribisch gebied. Het vierjarig door de Europese Unie gefinancierd project werd uitgevoerd door WWF Guyana's Green Heritage Fund Suriname en de afdeling Natuurbeheer van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Het project startte in 2017 en duurde tot 2021 als gevolg van de COVID-pandemie. Belangrijk in dit project was de participatieve aanpak in elke fase. Op 21 mei 2021 vertrok een team van 6 onder leiding van teamleider Monique Pool. 7 dagen op open oceaan met slechts 1 missie. Het documenteren van het zeeleven aanwezig in de Surinaamse wateren. En zo begint het avontuur. Het 6 leden tellend team gaat naar onbekende wateren. Vol verwachting kijken ze uit naar welke spectaculaire marine zeezoogdieren de Surinaamse wateren tot hun thuis hebben gemaakt. Mijn naam is Monique Pool en ik ben directeur en oprichter van de Green Heritage Fund Suriname.
Dit was voor mij de eerste keer dat ik aan een biologische survey heb meegedaan op zee. Ik ben Kenneth Wantongyu. Ik ben onderzoekersassistent op de universiteit. Ik werk samen met professor Jan Mol aan vissen. Ik heb meer dan 5 keren meegedaan, omdat ik vaak met studenten op zee ga die bezig zijn met hun onderzoek. Ik ben Sien, van achteren heet ik Dil Rosen. Ik ben tour operator, tour guide, gespecialiseerd in vogeltjes. Dus ik organiseer tours en gasten die naar Suriname komen en de vogels, de specialiteiten van deze omgeving willen zien, die begeleid ik. Dit is de eerste keer dat ik aan een biologische survey heb meegedaan op zee. Ik ben Shilton Dulatip en in het dagelijks leven ben ik sales en marketer officer. Dit is mijn eerste keer dat ik heb meegedaan en ik vond het heel erg bijzonder. Mijn naam is Thomas Willems. Ik ben van opleiding marinebioloog. En ik werk... ik ben verbonden aan de visserijdienst, of directoraat visserij, van het ministerie van LVV. Ik heb eerder biologische surveys gedaan op zee. In Suriname was het wel de eerste keer dat ik dit type survey eigenlijk heb mogen meemaken. Mijn naam is Alicia Pengel. Ik ben afgestudeerd als geo-engineer en ik werk nu als consultant voor Green Heritage Fund Suriname. Het was de eerste keer dat ik heb meegedaan aan een biologische survey op zee. Ik heb me voorbereid door een MMO-training te volgen. MMO staat voor Marine Mammal Observer. Daarnaast heb ik zelf veel gelezen, stukjes van Nat Geo, Ocean X, TED Talks, over de zee, zeedieren, onderzoek op zee. En ik was vooral heel erg nerveus over het idee dat ik zeeziek zou worden. Dus ik heb ook opgezocht wat je allemaal daartegen kan doen. En we hebben ook veel tips gekregen van een ervaren MMO. Ik heb voor de rest lijstjes van de walvissen en dolfijnen die hier in Suriname al eerder zijn waargenomen, heb ik naast elkaar gezet en heb opgezocht waar ik ze allemaal aan zou kunnen herkennen. Dus ik ben zeg maar een week of twee bijna fulltime bezig geweest met het voorbereiden hierop. Van hey, als ik iets zie dat we toch wel kunnen herkennen wat dat zou zijn. Normaal gezien doe ik meer werk rond visserij, dus visserijsurveys. Waarbij je dan ook meegaat op zee met de vissersboot, zoals we nu hebben gedaan. Maar dat we dan wel echt visserijactiviteiten doen. En dan meer de vangsten onderzoeken, et cetera. Dus het doel van de survey was nu helemaal anders. En in dat opzicht was dit een hele nieuwe ervaring voor mij. I'm going to sea for one, to see the whales and dolphins for a week. So it's a very exciting adventure. First time, we also had to finish our training before going, so it's been very busy and the internet's been really bad and the weather also has been very bad. Ik heb al jarenlang dat ik me bezighoud met marine mammals, dus met zeezoogdieren. En we hebben een poster gemaakt, ik heb die poster bestudeerd. En daarnaast hebben we ook een training, heb ik een training gedaan van de JNCC voor Marine Mammal Observer. Dus dat is een hele training van hoe je je moet voorbereiden, hoe je moet waarnemen, wat je moet doen aan boord en alles eigenlijk goed uitgelegd. Hoe je het moet documenteren, hoe je dan, als je aan boord bent, de waarnemingen vastlegt. I've always looked at the ocean through Marijke de Boer's eyes. And this will be the first time that I will see it for myself.
So this is our first day and we're sitting on deck, the first rotation, which is seen Alicia and myself. We're all sitting down because there's no way you can stand up with these waves. And we're all, I think, let me speak for myself, I'm not feeling so well. How are you? Also not, yes. And Alicia, you're okay? Good. So she's going to be the one that's going to spot something. But with this type of weather and these waves, it won't be easy to spot anything because there's just too much wave and swell. So we're just hopeful that it will get better. Although the weather forecast is not really saying that it's going to get better. Ik vond het meest bijzonder dat je overal om je heen kon kijken en er was gewoon zee, overal zee. En ik heb ontzettend genoten van gewoon kijken naar de golven, omdat ja, ik kon er gewoon geen genoeg van krijgen. Het is zo mooi, de zee, vooral daar waar we waren echt ver uit de kust. They are pan-tropical spotted dolphins, and it's quite spectacular. They bow riding, so it's really an amazing sight to see. And they're actually also leaping. There are at least 8 around us, so it's really a fantastic, fantastic view. Wat ik ook heel bijzonder vond, is dat ik op een gegeven moment, wat ik eerst niet zag, begon ik na een paar dagen wel te zien. Zoals hele kleine vogeltjes die ik eerst niet zag tegen die golven. Die zag ik op een gegeven moment, kon ik ze wel zien. Ik weet al een leven lang dat er een heel groot stuk zee is dat bij Suriname wordt. Ik ben gek op Suriname. Ik hou van de natuur van Suriname. Natuur is ook mijn werk om mensen dus te begeleiden en te laten zien wat Suriname heeft. Maar er is dus zo'n gigantisch stuk Suriname dat ik dus nu pas heb mogen zien. En dat vind ik absoluut het meest bijzonder. Het meest bijzondere vond ik de zee zelf. De kleur van het water en hoe de kleur verandert met de lichtinval, die swell, die golven, het feit dat het zo uitgestrekt is en ook het idee dat onder het oppervlak een totaal andere wereld ligt. We're keeping watch on deck to see the whales. No whales yet, but lots of flying fish. And we have the sun straight above us at the moment. It's noon, so it's pretty hot out here. And
I got a sunburn already. But yep, we want to see the wallabies and the dolphins. We've seen some dolphins, but we want to see some whales now. And we're straight over the Demerara Plateau. So keep your fingers crossed. Bye bye. Normaal als ik meega op zee met dit type boten, blijven we dichter bij de kust. Nu zijn we echt heel ver gegaan naar de grenzen van het Surinaamse zeegedeelte. We are now surveying at around a depth of 3000 meter to the west of the Demerara Plateau. We are now almost reaching the edge of the exclusive economic zone. Waarbij je dan ook weer heel andere fauna tegenkomt, andere dolfijnensoorten, andere vogels. Ik denk dat aspect van zo ver uit de kust te varen, was voor mij het meest bijzondere eigenlijk. Sargassum, en dat vind ik nogal in Suriname, dat het nog niet echt onderzocht is. Sargassum is seaweed. Dus ik dacht van, het is een goede kans om dat te gaan bekijken. Dus dan, ja, ik heb met beide handen ja, dit willen meemaken. Deze krab is gevangen door. Wat ik het vreselijkst vond, was eigenlijk dat die boot niet stil wilde houden. En als ik dan een foto wilde maken, altijd alles bewoog. En ja, op een gegeven moment heb je echt zoiets van, oké, kan die boot nu even stilstaan? Maar ja, dat kon natuurlijk niet, want hij is de hele tijd op die golven aan het schommelen. Maar dat vond ik eigenlijk... Dat het nooit ophield met schommelen, dat vond ik eigenlijk, denk ik, het meest ja, bizarre, bijzondere van aan boord zijn. Ja. Hallo, Nathalie. Oeh. Ja, spectaculair. Ik was al bang dat ja, hoe mijn lichaam zou reageren op die bewegingen van die boot. Ik heb nooit eerder zoiets gedaan, dus dat was volledig nieuw voor mij. En het bleek een ontzettende uitdaging te zijn. Dat bewegen van die boot maakte me behoorlijk ziek. En ook op de momenten dat ik me wat beter voelde, even door mijn verrekijker kijken, even in mijn camera kijken, kleine dingetjes doen en je voelt je alweer niet goed. Dus ik moest heel vaak gaan liggen. Ik heb het gevoel dat ik maar op 15% energie heb gedraaid de hele tijd. Dus dat was moeilijk. Gewoon normale dingen als even een douche nemen, naar het toilet gaan. Naar het toilet was een hele grote uitdaging, maar gewoon de normale dingen blijven doen onder die omstandigheden met die deining was moeilijk. Ik word heel makkelijk zeeziek, dus meestal ben ik 1 of 2 dagen dan. Kan ik dan niets doen, dan ben ik gewoon zeeziek. Want mijn lichaam moet zich aanpassen aan dit alles. En dat is altijd zo geweest. Vreselijkst vond ik om naar het toilet te gaan op zo'n schip. Het was een kleine, hete ruimte.
en het rooklichtjes naar uitlaatgassen. Maar dat was niet eens het ergste. Dat toilet loost naar buiten. En wanneer buiten hooggevallen zijn en het schip is zo aan het kantelen, dan spuit het water omhoog in het toilet. En ik vond het wel heel erg challenging om op die manier gebruik te maken van het toilet. Zou ik meedoen aan een vervolgsurvey? Ik denk dat ik met die 15% kracht die ik heb gegeven, ik ben 50 plus om nu een nieuw ding te gaan aanleren. Om, weet je, ze zeggen Oeroepo kan je nog maar leren takimono. Ik heb het gevoel dat het onderzoek zelf relatief weinig heeft gehad aan mij. Dus ik weet niet of we misschien iemand die het beter kan zouden moeten vragen. Verder vond ik het zeker wel interessant om het mee te maken, maar dat is natuurlijk niet waarvoor je aan een onderzoek meedoet. Ik heb het gevoel dat mijn bijdrage meer had kunnen zijn als het fysiek niet zo uitdagend was geweest voor me, dus ik twijfel. It's not easy to cook here, hè? Ik had twee hele grote aanbevelingen tijdens deze trip. Dat was dat ik het eten niet kon verdragen en dat had ik dan 7 dagen lang. En zoals ik al zei, ik vond het moeilijk om te gaan met het toilet. Nee, het toilet is altijd hetzelfde. Het past altijd. Is altijd, ja. Dus als dat komt weg te vallen op een of andere manier, dan zeg ik ja, zeker. En anders, eerlijk gezegd, weet ik het op dit moment niet. Ze is eigenlijk een van de plekken die het minst onderzocht is in Suriname. Weet je, onze kust, we weten heel weinig van onze kust. Dus daarom zeker, ik zal zeker meegaan. We weten heel veel van wat er op het land voorkomt. Maar het is niet echt bekend wat we allemaal aan dieren, maar ook aan andere organismen in zee hebben. Ik ondersteun dit soort surveys. Ik vind het heel belangrijk om enerzijds onderzoek te kunnen doen of ja, meer gegevens te verzamelen. En anderzijds ook denk ik dat dit soort initiatieven of dit soort expedities heel interessant zijn om ja, meer bekendheid te geven aan wat er op zee gebeurt, wat voor dieren en daar allemaal zijn. Dus ja. Dat wil ik graag ondersteunen. Dus ik wil wel graag deel uitmaken van een vervolg. Als je me zou zeggen dat we morgen vertrekken, dan zou ik zo vertrekken. Want het was heel bijzonder. Het is heel bijzonder om op zee te zijn en niet in contact eigenlijk met de buitenwereld. Het is heel erg mooi. De zee is. Ik kan de uren naar de golven kijken. En de ontmoetingen met de dieren die we hebben gezien, dat was ook zo bijzonder. En ik kan niet wachten om een walvis te zien. We hebben nu alleen dolfijnen gezien. We hebben wat vogels gezien die ook bijzonder waren. Maar een walvis, ja, dat zou helemaal geweldig zijn. En inderdaad, in een vervolgsurvey nog meer vastleggen, nog andere onderzoekjes doen. Ik denk dat we nog half niet gedaan hebben wat we zouden kunnen doen als we misschien een ander platform ook hebben. Still 3 hours to get inside. I'm at the moment sitting at the breakfast.
Voor mij was het de eerste keer op zee, zo echt offshore op zo'n schip. En het is ook de eerste keer dat het echt is ingezonken hoe anders het leven van een seafarer is ten opzichte van de mijne. Ik spend mijn hele leven lang al op land in een huis. Mijn tuin is groen met bomen. Hun huis is gewoon een schip. En hun achtertuin is de zee met golven, met dolfijnen, met walvissen. Dus het is voor mij voor het eerst dat ik dat echt besefte van hoe anders dat leven is. Ik ben heel blij met Marisa Fisheries die dus die boot ter beschikking hebben gesteld met 3 crewleden daarop, een kapitein, een machinist en een kok. 3 hele prettige guys die heel fijn hun werk gedaan hebben. Dus een thumbs up voor Marisa Fisheries en een crew. Die gegevens die verzameld worden, die kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld het beheer van het zeegebied beter te gaan doen. Ik denk in de toekomst gaan er steeds meer activiteiten zich ontplooien op de zee in Suriname. Denk maar aan de olie- en gasindustrie. So we are very close to one of the places where they're doing exploratory drilling. It would be a bit cynical, of course, if we saw that whale that we've been waiting for. If we see the whale close to that platform. Ik denk dat die informatie over waar komen bepaalde zeedieren voor, wat zijn hun precieze habitats, wat zijn hun migratieroutes, etc. Moeten we eigenlijk veel beter in kaart kunnen brengen om die, die marine spatial planning, de ruimtelijke planning van de hele zee, beter te gaan doen. Dus ik vind het zeker nuttig dat er meer gegevens worden verzameld. En anderzijds ook dat, dat dit meer bekendheid geeft aan de zee in Suriname. Veel Surinamers zijn nog niet goed bekend met, denk ik, met wat er allemaal gebeurt op zee, wat zich daar afspeelt. Dus op deze manier breng je dat ook mee in beeld. Geef je daar bekendheid aan. Suriname kan de opgedane kennis gebruiken, bijvoorbeeld bij het instellen van beschermde gebieden. Maar ook voor het beleid, bijvoorbeeld van hoe we in de toekomst bepaalde dieren beter kunnen beschermen. En ook of er bijvoorbeeld gebieden moeten worden aangewezen waarin bijvoorbeeld bepaalde seizoenen minder gevist moet worden om de kans op bijvangst bijvoorbeeld te verminderen. Ik denk dat deze Ocean Expedition heel erg bijzonder was. Waarom? Omdat er vooral, eigenlijk waren we alleen met Surinamers. En dit is de eerste keer dat zoiets is uitgevoerd met alleen maar Surinaamse mensen. En daarom denk ik dat dit is iets wat we elk jaar moeten doen. Dit is niet iets wat we nu 1 keer doen en daarmee stoppen. Maar vanaf nu zouden we gewoon elk jaar op zee moeten gaan. En we moeten jonge mensen opleiden om dit te doen. Ik wil natuurlijk altijd graag mee blijven gaan, maar ik denk uiteindelijk moeten de jongeren het gaan doen. En daarom zou ik gewoon zeggen van, we gaan fundraisen om te zorgen dat we elk jaar dit kunnen doen. Thank you.
na een reis van 7 dagen op een zeer ruige zee en zonder enig contact met land, stond het heel team wat verrassingen te wachten bij hun terugkomst na een week. De COVID-pandemie had snel om zich heen gegrepen in Suriname en het dodental was drastisch gestegen. Daarnaast hadden overstromingen door zware regenbuien een verwoestend effect gehad op het land. Hoewel het weer niet zo goed was op zee, had het team geen extreme regenval gemerkt. Met de rest van de Surinaamse bevolking ging het team bij aankomst in een totale lockdown voor bijna 3 weken. Eén team. 6 individuen. 1 missie. De allereerste keer dat een volledig Surinaams team dit type onderzoek heeft uitgevoerd. Hoewel de omstandigheden minder dan ideaal waren, bleef het team scherp en concentreerde zich op het doel. De resultaten kwamen niet zoals verwacht, maar dit weerhield hen niet om zich zo goed mogelijk in te zetten. Dit is de eerste stap in een nieuwe richting. De eerste van vele anderen die zullen volgen. Dit is slechts het begin. Het begin van het ontdekken van de zeedieren van de Surinaamse zee.